Daar zijn de Venemuskus. In nog even werd al aangehaald dat zij startnummer 25 hebben. Ze willen alles uit wat met circus te maken heeft. En vorig jaar dus waren zij eerste bij de praalwagens. En elk jaar, Peter, heeft de jury hier weer een zware kluif aan om te bepalen hoe de uitslag eruit gaat zien. Maar dan vertelde je al eens een keer eerder aan me, er zijn twee reserve juryleden. Hoe werkt dat? Nou, ik zal het even kort uitleggen. Oene, inderdaad, we hebben maar liefst 27 juryleden. En als je dan even bij de grote wagens gaat bekijken, hebben we 8 juryleden die dus de voorstelling gaan bejureren. Daarnaast hebben we twee reserves voor de achtervang. Dan kan iemand niet ziek worden of iemand de plank volledig misslaan. Die halen we dan uit de uitslag en gebruiken we de andere juryleden. Komt dat vaak voor? Het is in het verleden wel vaker voorgekomen dat we toch de reserve in moesten schakelen. Voor een nauwkeurige uitslag. Dus daar wordt heel serieus mee omgegaan? Luister, wij hebben die reserves niet voor niks. Wij willen gewoon een goed gemiddelde hebben wat betreft de jurering. En daar horen zij gewoon bij. Venemus is echt zo'n groep die dus het hele jaar doorbouwt. We hebben al gehoord, ze beginnen al in april. Doen meer wagenbouwers dat? Nee, de Venemus is een vereniging die goed georganiseerd is. Maar liefst 500 leden. En hebben inderdaad zich zo georganiseerd dat zij de hele wagen als het ware bezig zijn, of het heel jaar bezig zijn met zo'n wagen te bouwen. Waardoor er natuurlijk veel minder druk is op het einde. En zij in een goede organisatie die wagen daar neer kunnen zetten. Het is gebleken de laatste jaren, 3 keer achter elkaar de eerste prijs. Dit vanmiddag zullen we zien hoe het gaat. De concurrentie is groot. En ik wens ze daar veel plezier mee. Er is ook een limiet aan de grootte van een loopgroep, Peter. Want tot hoeveel mensen mogen er als loopgroep meedoen? Ja, inderdaad, Oene, we hebben een aantal jaren daar een limiet opgesteld van 250 mensen. Dit om de concurrentie ook eerlijk te houden van wagenbouwers die gewoon wat met minder mensen op straat kunnen komen. In het verleden hebben we ook loopgroepen gehad van 400-500 man. En toch om een eerlijke strijd op straat te krijgen, hebben we gezegd van nou, voor iedereen geldt hetzelfde, 250 man, klaar. En dat gaan jullie allemaal persoonlijk tellen? Nou, we zijn daar de hele dag al druk mee bezig, dus... Oké. En ook weer de details goed afgewerkt bij de Venemuskus. Zoals we dat al jaren gewend zijn. Jonkheer Johnny en secondant Herwie.
Waarom eigenlijk jonkheer en geen prins? Elke vereniging heeft zo zijn eigen benaming voor de hoogheid. Bij ons is het hoogheid, Patrick. Je hebt bij de Oelewaps een hertog, je hebt bij de bisschoppen een vorst. Even om een stukje identiteit van de club te maken. En zij hebben gekozen voor een jonkheer. Maar goed, die doen allemaal hetzelfde. Ja, allemaal dezelfde rol in het Oldenzaalse carnaval. En samen moeten we dat doen. Ja.